Mijn naam is Nora Wolfsweger. Ik ben coördinator van het Alzheimer Café in Hardenberg. De Wereld Alzheimerdag. Wereldwijd op 21 september. Waarin de aandacht wordt gevraagd voor de steeds sterker groeiende groep mensen met dementie. En wat is er te doen in Hardenberg? Op maandag 18 september is er een bijzondere voorstelling in het theater De Voorvechter. En daar staan we nu voor. En in deze avond, waarover AD inhoudelijk zometeen wat meer gaat vertellen, proberen we u en een breder publiek kennis te laten maken met dementie. En mijn naam is AD van der Belt en ik coördineer het Alzheimer Café in Denemsvaart. De theatergroep Erfarea die gaat opvoeren De Dementie van Jet en Harry. Zo heet het stuk. En Jet en Harry, die namen zijn gekozen omdat het Jet je buurvrouw kan zijn en Harry je overbuurman of je broer. Vul maar in. We komen er vroeg of laat allemaal een keer mee in aanraking. En wat de bedoeling van deze voorstelling is, dat is vooral dat we een klein beetje handvatten krijgen aangereikt om te weten hoe we ermee moeten omgaan. De voorstelling speelt eigenlijk het verhaal van Jet en Harry, die net gepensioneerd zijn, allerlei leuke plannen hebben. En op een gegeven moment merkt Harry dat er iets toch niet pluis is met Jet. En dat hele verhaal wordt eigenlijk nagespeeld in de theatervoorstelling. Je bent Petra? Hallo Petra, wat leuk dat je even belt. Ja, waar blijf je nou? Ik zit op je te wachten. Wat bedoel je? Je zou naar mij toe komen. Waarom ben je nou nog thuis? Je zou toch op de kinderen passen? Dat is helemaal niet lekker, zeg ik toch. Ik vond het een heel boeiende voorstelling, leerzaam. Ik vond het ook heel verdrietig. Helder en duidelijk wat omgaat in een dementerende. Ik vond ook de theorie erg verduidelijkend. Dat is een mooie voorstelling. Nou, ga ik nog even de laatste informatie geven. Het is dus op maandag 18 september aanstaande in Theater De Voorvechter in Hardenberg. De zaal is vanaf 7 uur open en het programma begint om 7:30. En het eindigt ongeveer om 9:45. We vinden het wel heel fijn als u zich aan wilt melden. En dat kan via de mail wadhardenberg@sicco.nl of telefonisch 0523 26 1188. Wij hopen u dan te ontmoeten.